Hallo, hallo. Sorry, daar ben ik. Daar waren we weer met een live uitzending. Sorry voor het geroezemoes op de achtergrond. Met 2 minuutjes is het over. Ik kon helaas de wasmachine die hier ook staat niet meer uitzetten. Maar hij is bijna klaar, dus ik hoop dat het niet storend is. En zo wel dan, ja, helaas, een klein ogenblikje daarvoor. Vanavond weer een live uitzending. En daarbij ga ik een doosje maken. En daarvoor heb ik gebruik gemaakt van deze shape art, of vouwkaart, hoe jullie het ook mogen noemen. Is de 74713783. En ik dacht, ja, hij is als kaart natuurlijk leuk. Dan vouw je hem zo. En dan komt dat middenstuk naar voren. Maar ik heb hem dus weer eens een beetje verbouwd, laat ik het zo maar zeggen, tot een shaker doosje. Ik kan helaas het voorbeeld niet meer laten zien. Die heb ik gesloopt, want deze muts dacht nog wel genoeg van die poesjes, weet ik hoe zij het, van die plastic bakjes te hebben. En nou bleek dus dat de grote waren en niet meer de kleine. Dus die heb ik gesloopt. Maar dat komt allemaal wel weer goed. Dus ja, helaas, die kan ik niet laten zien. Ik ga gewoon rustig van start. Jullie kunnen dit later altijd namaken, terugkijken. We hebben ook een actiesetje ermee gemaakt. Dan krijg je wat ik ga gebruiken. De mal. 4 vellen designpapier A4 uit de collectie van Janine. Er zitten 2 vellen kraft bij. Er zit een setje bij van die shaker bakjes. En er zit bij een duikertboekje van Janine. Deze, de JMA03. Die zit er ook bij. Dus wil je zo'n setje, dan kan je hem een paar keer maken. En ik heb zo'n idee dat hij best wel leuk is om als cadeautje te geven. Ja, de was is klaar. Hij piept. Dus daar zijn we vanaf. Ik had hem op. Oh, hij piept nog een keer. Ja, dat was nou niet de bedoeling, vriend. Zo. En nou is het afgelopen. Goed. Ik ga gewoon beginnen. En ik ga eerst de mal uittekenen. En daarvoor gebruik ik, zoals jullie wel weten, heel graag een zacht potlood. En ik ga even de magneetplaten onderleggen. Even kijken waar mijn zachte potlood is. Even zien, hier zo. Die gaan we gebruiken. En dan klem ik mijn papier vast en de mal erbovenop. En dan ben ik 1 keer deze basis nodig. Nou, zoals je hebt gehoord, zitten dus in het setje 4 vellen. Dus je kan hem een paar keer maken als je hem leuk vindt uit 1 set. Nou, ik ga er langsheen met een zacht potlood, omdat je dan nagenoeg geen druk hoeft te zetten. Blijft alles lekker liggen. Zo. Nou, dan tekenen we wel de rillijnen uit. Daar zet ik even een klein streepje van de middelste rillijnen. En de rillijnen, dat zijn altijd die lijnen die dus middenin liggen. Dat zijn altijd de rillijnen. Soms ook een snijlijn. Maar in dit geval zijn het rillijnen. En deze doen ook mee. even kijken. Ik ben er rondom geweest. Ik heb de 4 rillijnen afgetekend. Nou, dan kan die eraf. Iets naar boven. Nou, gaan we doen.
Ik heb de camera iets ingezoomd, dus ik moet even kijken waar ik dan precies moet zijn. Maar we kunnen alle kanten op. Van boven naar beneden, van beneden naar boven. U roept wij draaien, zeg maar even zo. Nou, deze die knip ik uit. Als mijn schaal aanwezig is. Ik heb alweer mooi deze. Het uitknippen, nou ja, dat is natuurlijk even een dingetje wat jullie wel kennen. Ik zal hem eerst eens even wat korter snijden. Dat knipt toch iets makkelijker. Even zien. Hoppakee. Dan heb ik iets meer of iets minder papier eraan hangen. Dat knipt iets makkelijker. Probeer het een beetje sneller te doen. Ik weet niet of er mensen zijn die deze mal ook hebben. Want dan kan je natuurlijk dit idee ook nou ja, bijna meteen maken. Mocht je de cirkeltjes hebben met die, die bakjes, zeg maar. Ja, ik denk haast dat ik de camera iets ga uitzoomen, want ik zit er volgens mij nou wel heel dicht op. Als ik het zo zie. Of valt het nog? Ja, het valt nog wel mee volgens mij. Grappig hoe ik knip. Ja, ik knip links, hè. Dus ja. Ik vind altijd rechtshandige mensen zo grappig knippen. het dun papier, nee, het lijkt denk ik zo. Het is bijna 216 grams is het volgens mij. Dus ik denk dat het zo lijkt. Dan kan ik nog wel even iets vertellen over papier. Want papier wordt gemaakt op rollen. En dat zit dus meestal zo rond. Als je nou eens een albumpje wil maken, let er dan op dat het papier één kant makkelijker opvouwt als dat je het een kwartslag draait. Kijk, dan blijft hij wat stugger. En zo valt hij dus naar beneden. Dus dit is eigenlijk de kant waar je het papier ook makkelijk kan buigen. Nou, dat geldt dus ook weer met allerlei kaartmodelletjes. Dus daar kan je eventjes een ideetje over doen. Ik ga hem iets uitzoomen, want heb ik toch iets meer in beeld. Misschien kom ik zelf nou ook in beeld, maar goed. Dat valt nog mee, geloof ik. Ik zie het nu natuurlijk pas. Ja, nee, dat valt nog mee. Nou, ik heb nou de rillijnen getekend. Die ga ik even rillen. Rillen doen we met een rilpen, die ik even hier heb. Zo. Nou, ik heb alleen de kleine streepjes gezet, omdat ik toch de liniaal er langs leg en dan ga rillen. Dus je hoeft niet de hele streep te trekken, als je maar weet waar je moet rillen. En deze. Nou, dan heb ik vier rillijnen. Maar omdat ik er wat extra's mee ga doen, ben ik nog een extra rillijn nodig. En die komt op 2,5 centimeter van deze, dus de eerste, en op 2,5 centimeter van de laatste. Dus daar zet ik nog even een extra rillijn. Even een punt aan mijn potlood, want dat werkt zo niet. Dus we gaan op 2,5 centimeter een extra rillijntje maken aan de linkerkant. En aan de rechterkant op 2,5. Die gaan we ook weer rillen. Zo.
deze kant even. Nou, dan heb ik 1, 2, 3, 4, 5, 6 rillijnen. Die gaan we even vouwen. En dan vouwen we ze allemaal eigenlijk even naar binnen. En dan is het eigenlijk dat het breedste stukje, die is 5 centimeter, dat is een bodem. Dus die gebruiken we straks niet. Nou, ik vouw het ook nog even, deze buitenste vouw ik ook nog even de andere kant op. Wordt zo wel duidelijk waarom. En dan ga ik nu eerst even een stukje designpapier erbij pakken. Waar heb ik die nou neergelegd? Oh ja. En daarvoor gebruik ik dit vel van Janine. Met aan de ene kant de mooie rozen, vlinders en een bloemenboeket. Dus de basis JMA 07. En aan de andere kant stenen, bloemen en mooie ornamenten. Nou, ik wil daar aan de bovenkant dus graag designpapier op. En dit bovenste stukje, dat moet je even meten hoe lang als dat is. Dat is dus 6,5 centimeter. En dan neem ik een strook van 6,5 centimeter. Van 6 centimeter. Nee, van 6,5 is de basis. Dus ik neem dan een strook van 6 centimeter. Of 2 eigenlijk, want hij komt ook aan de andere kant. 2 stroken van 6 centimeter. Die snij ik vast af. Oh, ik zie in één keer allemaal sterkte. Sterkte, sterkte. Voor mij ook sterkte. Ik heb niet helemaal meegekregen waarom. Maar in elk geval ook van mij sterkte. Dan pak ik nog weer de mouw. Die leg ik erop. En dan zorg je eigenlijk dat die mooi recht ligt. Ik zal even deze er weer bij. Ik vind het toch net zo handig even. Kan ik het ook meten en vastleggen. Zo. Die leg ik even vast. Dan moet deze erop. Mooi recht. Iets naar beneden. Even kijken dat ik die... Dat is handig, hè? Op dat bord daar staan lijntjes op. En dan kan je hem dus mooi rechtop leggen. Nou, dan ga ik met een potlood langs, of waardoor die, die lijn, zeg maar, dat het papier een maatje kleiner wordt dan de buitenkant van het doosje. Dus dit is de lijn waarvan je het designpapier tekent. Dan heb ik dus hier de tekening van het doosje. Dan doen we het nog een keer. Dus deze die leg je mooi recht op zo'n op de plaat. Althans, dat vind ik handig. En dan kan je deze er ook recht op leggen door hem aan de zijkant met die streepjes mooi gelijk te leggen. Dus dat is ook weer een handigheidje van zo'n plaat. Hè? En er zitten mooi die blokjes op. En dan doe je hem zo ver mogelijk naar boven. Dus zo ver mogelijk naar het papiertje. Ja, ik heb extra lijnen aangebracht. Kom ik zo nog wel even weer op terug. Pak zo het doosje er weer bij. Of de omslag. Even het designpapier tekenen. Oh, die magneten zitten echt goed vast. Zo, die kan weer aan de kant. En dan ga ik even het designpapier uitknippen.
boogjes mooi met kleine knipjes doen. Dan knip je toch wat mooier rond, vind ik altijd, als dat je het met grote halen doet. Vind ik, maar goed. Misschien werk je zelf liever met grote halen. Maar ik vind die kleine knipjes altijd wel handig. Dan kan je een beetje draaien. Hey, ik kom er zo op terug, Astrid, of ik te laag zit. Komt allemaal goed. Ik ga ze even uitknippen en dan wordt het vast wel duidelijk zo. Ja, ik zie nu steeds staan van sterkte. Wij hebben vandaag ook nog een kaart gekregen van een oom die is overleden. En wij hebben weer gewoon begrafenis. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat gaat, zeg maar, in deze, met die coronatoestanden. Nou, dan even mijn gummetje. Nee, kneedgummetje ligt bij de hand. Nemen we die even. Even de potloodrandjes. Normaal teken ik liever op de achterkant. Maar op een of andere manier heb ik dat nu niet gedaan. Waarom weet ik niet. Maar... Zo. Klaar. Mag blijven liggen. Dan heb ik hier de extra lijn. Nou, deze vier waren de basislijnen die in de mal zitten. En ik heb er daar twee bij gemaakt aan de linkerkant en aan de rechterkant op 2,5 centimeter. Nou, dan komt het straks zo tegen elkaar. Dus... Je vouwt vanaf die 5 centimeter, dat is de bodem, vouw je de eerste lijn omhoog en de tweede lijn en de derde lijn vouw je eigenlijk even de andere kant op. Ja, dank jullie wel. Ja, het ging eigenlijk heel snel bij ons. Hij was vorige week woensdag, nee de week, tijd gaat snel hè. Maar in elk geval woensdags kreeg hij te horen dat hij niet meer beter werd. Donderdags was hij al in het hospice en hij is vrijdag al overleden. Dus ja, dat ging allemaal heel snel. Goed, de kaart. Dus die twee delen met die boogjes, die komen tegen elkaar aan. Dan krijg je dus al een soort van koken. Die boogjes die plakken we straks tegen elkaar aan, maar ik ga daar nu eerst even designpapier op doen, omdat het dan straks wat handiger werkt. Dus dat plak ik er vast op aan de buitenkant. Even open, kan ik het misschien iets beter zien. Zo. En deze komt aan de andere kant. Ja, heftig, ja. Ja, weet je, 86 was die. En aan de andere kant denk ik, ja, misschien wel beter zo als met zo'n lange leidersweg. Denk ik dan. Het is een oom van mijn man. En mijn eigen oom. Laat ik zo maar zeggen, die zit met ALS. Nou, dat vind ik toch wel heel erg om te zien, hoor. Maar goed, zo is er overal wel wat. Ik heb nu een basis gemaakt. Even een papiertje erbij, want ik moet natuurlijk wel alles even de maten zeggen. Ik heb er... Designpapier uitgedaan, opgeknipt. Ik krijg er spraakgebrek van. Designpapier opgedaan, alleen op de buitenkanten. De binnenkant is dus nog helemaal bruin. En het bruine, dat is kraftpapier. Dat is een wat steviger soort papier met
wat vezeltjes erin. Die leg ik nu even opzij. Want ik ben nog een stukje kraft nodig. Dus ik pak even weer mijn snijmachine. En een stukje kraft. Ik val hem even uit, want ik moet hebben een stukje van 17 bij 24. 24. Hoe kwam je op dit idee? Ja, geen idee eigenlijk. Ik vind het altijd wel leuk om bestaande dingen een beetje te verbouwen. Ik ga hem rillen op 3 centimeter aan de korte kanten. Dus aan deze kant en aan deze kant. Dan draai ik hem een kwartslag. En dan ga ik hem weer rillen. En dan op 6, 9 en 14. Nou, ik heb dit ook allemaal voor jullie. Dit kraftpapier is ook 30,5, 30,5. En in A4 en allerlei diktes nog. Je hebt 300 gram, je hebt 216 gram, geloof ik. Ik heb dit dus ook allemaal voor jullie in een blogbericht gemaakt. Dus de tekening en de geschreven versie komt daar dus allemaal in te staan. Nou, zoals ik meestal doe, knip ik dit dus ook weer in. De eerste rillijn knip ik een beetje schuin, van binnen naar buiten. En dit hele flapje mag eraf, dus daar knip ik hem... nee, deze niet, sorry. Dit rillijntje knip ik er tussenweg. De volgende ook. Dan weer een rillijn die ik wegknip. En dan komen we bij de 1 centimeter. Die mag dus eraf. Dus je knipt vanaf de flap, de onderste flap, schuin naar die kruising van de 1 centimeter. En dan mag die er dus helemaal af. Wel netjes doen. Nou, dat doe ik ook aan de overkant. Dus ik ga dat 1 centimeter dingetje, die mag er helemaal uit, dat hoekje. De andere knip ik alleen de rillijntjes weg. Een klein beetje schuin, zodat het straks een beetje meer ruimte heeft om te vouwen en te plakken. Nou, dit gaan we allemaal naar binnen vouwen. Nee, het is geen schuifdoosje. Kan wel, maar het is het niet. En dan gaan we deze aan elkaar plakken. En wat je dan mooi kan doen, dat je zeker weet dat je het mooi recht hebt, is om op die 1 centimeter komt dan lijm of tape op. Dan leg je hem dubbel. En dan heb je nog 1 rillijn, die plak je daar dan op. Als je hem dan vastgeplakt hebt en je kan hem ook nog weer zo omdichtvouwen, dan is die helemaal recht. Dus ik plak dat even met een stukje tape. Dus op die 1 centimeter rillijn, dat is dus de plakstrook. Nou, dat ga ik dus ook even plakken. Dan leg ik hem dus dubbel. En dan kan die andere er bovenop. Nu kan ik hem dus nog een kwartslag anders vouwen. En dan kan hij nog steeds mooi dicht. Dus hij is mooi recht. Mijn plakrand doe ik aan de onderkant. 1 kant van het doosje doen we vast dicht. Dus even een stukje tape erop. Twee, wat je zelf handig vindt. En die plak je dan vast dicht. Dat is 1 kant van het doosje.
De andere kant laten we nog even open. Je kan hem wel al een beetje vouwen, dat mag. Maar die laten we nog even open. Zo. Nou, dan pak ik nu het basis weer. En dan ga ik in die bovenste delen ga ik een opening maken. Hier komt namelijk een schutgedeelte in. Nou, ik heb een pons, die is 5 centimeter doorsnee. Die zet ik hier gewoon in. Even kijken dat ik hem mooi recht heb. Hopla. Deze ook, deze kant ook. Nee, dan moeten we het wel goed doen, hè? Ik leg hem mee, ik doe hem even. Ik heb er aan één kant nu een opening in. Zo heb ik het gedaan. Dan leg ik hem op elkaar. Teken ik er even doorheen. Dat ik dus wel exact op dezelfde plaats die opening krijg. Ik moet even plassen. Nee, ik ga niet wachten. Dan had je maar voor de uitzending moeten gaan plassen. Nou, hier doe ik dus ook zo'n cirkel uit. Even goed kijken dat die recht is. Hoppakee. Nou, die cirkels die zijn dus 5 centimeter doorsnee. En dan past die precies tegen elkaar. Nou, dan heb ik die twee bakjes. Die wil ik daar graag in. Maar dan moet er ook nog schutmateriaal in. Dus ik, wat ik doe is, ik plak eerst 3 mm tape. Plak ik aan één kant rond die opening, zeg maar, die ik net heb gemaakt. Zo dicht mogelijk langs de kant. En dan krijg je gewoon kleine knikjes in het tape. Maar dat is helemaal niet erg. Daar zie je straks niks van terug, want het tape is zo dun. Dus je maakt gewoon elke keer een klein foutje in het tape. Waar dus straks het bakje op plakt. Even de beschuimlaag eraf. Ja, aanstaande zaterdag hebben we dus een demo dag. Dus dan gaan we... Hey, mijn live uitzending is onderbroken. Oh, en daar ben ik weer. Oké, ik was even weg zo te zien. In elk geval, aanstaande zaterdag hebben we dus een live uitzending. En ben ik er nog wel? Even kijken hoor, volgens mij. Oh, wat is hier aan de hand? Even kijken. Nou, dit. Mijn telefoon heeft nog heel mooi beeld. Alleen op Facebook zie ik dat hij heel gek doet. Dat is vreemd. Even kijken hoor. Is het al wat beter? Bij mij is het nu in elk geval wel iets beter. Maar... Ik heb goed beeld. Ja, raar beeld. Ik heb ook raar beeld, maar verder is hier alles wel, wel oké. Nou, vreemd. Heel vreemd. Maar ik zie wel dat het... ja, volgens mij ben ik er weer. Volgens mij heeft hij zich een beetje hersteld. Goed, waar was ik gebleven? Zaterdag hebben we dus een demodag online. Omdat de nieuwe lijn van Janina in de winkels ligt. En dan gaan we dus weer 3 live uitzendingen doen. Waarbij we allerlei nieuwe dingetjes laten zien die je kan maken met die weer een prachtige nieuwe lijn van Janina. Dus dat is aanstaande zaterdag. Oké, ik was hiermee bezig. Het bakje heb ik dus in de opening geplakt. De binnenkant is natuurlijk de rand. De buitenkant heeft het bakje. Nou, dan
ga ik op de rand van het bakje ook tape zetten. Dus ik heb gewoon 3 mm tape. En anders, als je dat niet hebt, dan knip je gewoon je tape even wat smaller. Dat zou ook nog kunnen. En dan ga ik gewoon rondom dat bakje weer tape zetten. En dan niet in het bakje, maar echt rondom het bakje. Want als je hem te hoog plakt, dan blijft het schutmateriaal aan je tape zitten. Dat is ook zonde. Nou, even een beetje aanduwen. En dan ga ik schutmateriaal in doen. Nou, omdat ik dus het papier heb gekozen van Janine. Daar heb ik het gelaten. Dat is deze. Vond ik deze kleurtjes er wel leuk bij. Dat is die van Sizzix. En dit is de 664601. Dat zijn dus die 5 losse bakjes. Waar dus allerlei schutmateriaal in zit. Hartjes en kraaltjes en rondjes en sterretjes. Van alles wat. Nou, daar ga ik het bakje mee vullen. Ik haal eerst even het tapeje eraf. Dan ga ik wat strooisels in dat bakje doen. In het bakje, zei ik, niet ernaast. Kom, kom. In het bakje graag. En wil je nou die bakjes antistatisch maken, dan moet je daar even met een doekje en wat wasverzachter doorheen gaan. En dan goed uitwrijven. En dan is dus je bakje niet meer statisch. Dus dan kan je je schutdingetjes nog harder schudden. Even kijken, een paar kraaltjes erbij in. Dat is ook altijd leuk. Even mijn scoopie. Vind ik wel heel handig. Die kleine scoopies. Het zijn hele kleine, ja, lepeltjes. Nou, doen we er nog meer in? Ja, we doen... Nee, deze doen we erin. Die vind ik ook nog wel leuk. Zou dat lukken? Er zitten grote en kleintjes in. Maar de kleintjes zitten natuurlijk net allemaal onderin. En ik wil juist een paar van die kleintjes erbij. Zo, nou zit er wel aardig wat in. Kopen jullie die bakjes in verschillende maten? Ik heb geen idee welke bakjes als je bedoelt, maar deze bakjes die zitten hier al in. Dit is een hele koker. Maar we hebben ook van deze bakjes leeg, inderdaad. Volgens mij in een paar maten. Nou, er zat dus al tape op en dan kan ik het volgende deel 2 van de bakjes... Die kan ik er dan bovenop plakken. En dan zit die dus mooi dicht. En dan kan ik al gaan schudden. Dan zat die dus niet helemaal mooi dicht. Er zit nog een dingetje tussen. Dat wil ik niet. Ga jij ook eens even daarin. Ja, juist. Even goed aanduwen. Nou. Dan laat ik hem nog even open liggen, want ik ga nu eerst een lintje plakken. Lintje, ik heb ongeveer denk ik een meter nu. Ben je niet helemaal nodig hoor, maar ik zal zo wel even de exacte maat van het lintje zeggen. Ik doe even dat lintje in het midden op de bodem van deze omslag. Dus op die 5 centimeter breedte. Die was 5 centimeter. Daar plak ik even een strook dubbelzijdig tape. En dan neem ik een lintje. En die plakken we daar dan bovenop. Oh, eerst naar die kant. En dan neem ik het doosje. Ik wil zeggen, waar is mijn doosje? Die komt daar weer bovenop. Dus ik neem wat tape of lijm of wat je ook hebt. Even een schaar, anders duw ik het doosje in de vernieling. Dat is ook zonde. Nou, met 3 strookjes zit hij wel vast volgens mij.
En dan plakken we dit doosje op die 5 centimeter breedte van de rillijnen. Zo, dan ga ik het even met een vouwbeen in. Oh, die schutmateriaalkast, die is zo mooi. Misschien hebben jullie het filmpje wel gezien dat we live door de winkel gingen vorige week. En dan sta ik ook even bij de schutmaterialen. Zo leuk. Ja, ben weer afgeleid. Even kijken, het doosje hebben we dus ingeplakt. En wat ik dan ga doen is deze plak ik ook tegen elkaar. Dus we zetten hier even tape of lijm of wat je ook hebt. Zodat het dus... Oh, dat kan net. Ik wou zeggen niet op het doosje. Maar ik doe het even met een tapeje. En dan plak ik dat eigenlijk weer tegen elkaar, zodat dat schutgedeelte ook aan de andere kant te zien is. Nou, dan kan het soms zijn dat je niet helemaal uitkomt met de boogjes van je mouw. Nou, bij deze is dat wel goed. Maar soms is het een beetje scheef, maar dan kan je het altijd nog hier ietsjes bij knippen. Maar dat is bij deze, zie ik, niet nodig. Nou, dan, oh chips. Troela, je hebt de vergeten het lintje er naar de andere kant te leggen. Nou, dat gaat even een leuk dingetje worden. Maar dat redden we wel. Even een vouwbeen erdoor. Dit hoort dus niet bij de, officiële, bij het maken van dit doosje. Maar het lintje, dat moest dus ook naar rechts. Want anders kan je hier geen strik maken om het doosje dicht te doen. Nou, dan kan je deze vouwen. Die plak je dus niet dicht. Ja, mag wel, maar ik wil er nog iets in stoppen straks. Dus ik vouw hem dicht en dan kan je hem met dat strikje sluiten. Nou, ik hou er wel van als er een beetje strik aan zit, dus hij mag best wel een beetje groot. Onduidelijk, ben ik, is die weer onduidelijk? Hoe kan dat nou? Vreemd, ik denk toch dat het aan Facebook of zo ligt, want... Ik heb hier verder alles goed beeld. Is die ook bij de tweede? Oh, ik ga toch even spieken als ik hem ververs of die dan beter doet. Nou, geen idee wat er aan de hand is. Hij geeft hele rare strepen inderdaad. Maar het doosje is volgens mij nog wel te zien. En ik hoop dat het zo wel weer opgelost is. Geen idee waarom die zo vreemd doet. Via de telefoon is die goed. Nu weer goed, zie ik. Nou, helemaal mooi. Dan gaan we verder. De strik was dus om het doosje te sluiten. Dan nemen we de snijmachine er weer bij. En designpapier. En dan gaan we even meten. Dit was 17 centimeter breed. Dus ik moet 17 centimeter. Nee, het doosje was 18 uit mijn hoofd. Doosje is 18. Ja, dus 17,5. Snijden we designpapier af. Dat is de breedte. Dan zijn we voor het voorste stukje nodig 2,5. 2,5, die komt op de voorkant. Dan is het stukje
Die was volgens mij 2,5, dus die wordt dan 2. Dan hebben we 2. Zo. Die komt hierop. Nou, je kan natuurlijk het papier gebruiken aan de kant die jij leuk vindt. De andere kant zitten natuurlijk die mooie rozen en bloemen op. Maar die vind ik voor dit projectje net een beetje aan de grote kant. Dus ik ben voor de steentjes en de kleine bloemen gegaan. Omdat ik er natuurlijk zo ook nog wat op ga plakken. Die komt daarop. Het papier dat is van Janine's Lijn. De JMA 07 uit mijn hoofd. Nou, dan draai ik hem om. Dan ben ik weer 2,5 en 2 nodig. Dus 2,5. En 2. En die plakken we dan daarop. Met een beetje doobedoelijn. En deze komt aan de achterkant. Of aan de voorkant, wat je er ook maar van maakt. Zo. Nou, ga ik even kijken. Ik wil de opening aan de rechterkant. Dus de strik, zeg maar, komt bij mij aan de rechterkant. Ik slinger even mijn lijmpistool aan. Zo. Nou, dan pak ik er deze bij. Dat zijn die mooie... Een linkshandige snijplank. Nee, dit is geen linkshandige volgens mij. Ik weet niet. Nee, het is rechtshandig. Ik hou hem links vast en dan snij ik met rechts. Als die linkshandig, ja, dat zou wel kunnen. Dan moet je hem omdraaien. Dan kan je linkshandig snijden. Dus dat is niet speciaal een linkshandige snijmachine. Scotch tape, dat is iets wat ik altijd gebruik eigenlijk. Is niet nieuw. Het is in 3 maten. 3 mm, 6 mm en 9 mm. Er zit heel veel op een rol. Het plakt goed. En ik vind het zo handig dat je hem af kan scheuren. En als je hem dan ergens op hebt geplakt, dan kan je ook heel makkelijk... Dat plasticje of dat beschermlaagje, dat kan je er heel makkelijk afhalen. En als die er een keer af is, dan laat die ook los, zeg maar. Dat andere, dat rode, dat blijft zo statisch. Dus ja, alles staat straks, of staat al gelinkt in de website. Op de website, moet ik zeggen. Dus daar is alles terug te vinden. Nou, ik ga wat elementjes zoeken. En ik neem... Een dotje sisal. Trek ik gewoon een paar sliertjes uit. Niet te veel, want dan wordt het een en al sisal. Dat is niet de bedoeling. En dan begin ik daarmee. Even kijken. Dat frommel ik een beetje zo. En dan komt dat daar. Even kijken of ondertussen het lijmpistool al warm is. Zal nog wel. Oh, ja. Zeg, zal nog wel niet, maar ja. Hij doet het al. Nou, dat plak ik daar een beetje losjes op. En dan ga ik even die elementjes erbij zoeken. Nou, ik ben wel van de bloemen, dus ik ga even bloemen plukken. Nou, en dit is handig, want je kan ze zo uit die boekjes uitduwen. En dat boekje dat zit dus ook bij die set, hè. We hebben dus zo'n actieset gemaakt met het papier en met, hoe heet dat? Met basispapier, designpapier, de shakers erin, het boekje erbij.
16,50 krijg je dus alles om dit mee te maken. Ik wil hier even iets achter hebben. Even kijken. Wat zullen we er eens achter leggen? Of iets onder. Ja, dat is niet genoeg. Ik vind het altijd wel handig als er even wat onder ligt. Even spieken. Hier heb ik nog wel een potje. En dan kan ik net iets meer. Kunnen jullie het beter zien, denk ik. En dan kan ik het beter zien. Nou, even kijken. Ik plak heel graag ja, wat elementjes overal en nergens. Dus ik plak ze achter en voor. En die leuke vlinder, die komt er natuurlijk ook bij. Nou, en zaterdag hebben we dus die demo dag. Ik zal het nog even herhalen. Dan hebben we 3 keer een live uitzending. Met alle nieuwe producten van de nieuwe lijn van Janine. Dus het komt allemaal aanstaande zaterdag voorbij. Nee, dat staat onder papiersnijders. Daar kan je die vinden. Oh, die moest. Daar. Nou, als het goed is zitten er ook nog vogeltjes in. Ook wel leuk. Iets verder weg. Zo. De vogeltjes. Even kijken. Oh, dit is ook leuk. Als je zo erdoor bladert, dan kom je van alle leuks tegen. Die plak ik daar. Zo. Nou, het vogeltje. Ik heb natuurlijk al een heleboel vogeltjes gebruikt. Maar ook deze. Die wil ik. Kijk nou. Wat een schatje. Met zo'n mooie rode wangetjes. Nou, ik plak gewoon alles met mijn lijmpistool. Dat zag je denk ik wel. Ik vind dat gewoon lekker handig. Plakt lekker snel. Ja, ook nog leuke giveaways inderdaad. Je kan dus 3 keer kans maken om iets leuks te winnen. Hè? Kan ook nog. Het houdt me niet op. Jullie worden allemaal wel verwend hoor. Lekkere live uitzendingen. En nu dan nog weer cadeautjes winnen. Kunnen winnen. Maar goed, al die live uitzendingen is op zich ook al wel een cadeautje toch? Ja, rondjes kun je ook met de cirkelsnijder doen. Dat kan ook. Nou, eens kijken of we die er nog bij doen. Vind ik wel leuk als die er bovenop komt. Zo. Die op de bloemen. Nou, dan pak ik er nog even een tekstboekje bij. Eens even kijken wat we nog in de handel hebben. Ze vallen een beetje uit elkaar door het vele gebruik. Even kijken of hier nog wat leuks bij zit. Het moet natuurlijk niet te groot zijn. Ja, even kijken. Maar hier zaten ook van die kleinere tekstjes in. Deze. Even kijken. Nothing is impossible. Today is the day. Nou, dat vind ik ook. Die gaan we erop doen. Die past dan mooi op dat kleine bennetje. Nou, dat is dat. Dan pak ik nog even wat erbij. Even zien waar ik dat heb staan. Nou, ik zie het niet meer staan. Kan dat nou? Ach, het staat vlak voor mijn neus. Ah. Ik wilde eigenlijk gesso pakken, maar dat kan ik zo snel niet bij. Er staat wat voor. Dus ik doe het nu maar even met
crackle paint pasta. Wat is het ook alweer? Ik weet niet eens of we die nog wel hebben, maar dan komt die vast binnenkort nog wel weer. Maar dit kan je dus ook rustig met wat gesso doen. Ik ga wat witte smeerseltjes langs de rand zetten. Beeld slaat weer op hol. Ik weet niet wat dat is. Hangt toch ook geen slecht weer in de lucht, hoop ik. Her en daar even wat kleine, klein beetje wit. Nou, dit kun je dus heel makkelijk met gesso doen. Of met wat ik dan nu met crackle paint. Is ook altijd leuk. Je kan hier nog leuke pareltjes omheen zetten. Dat is ook nog wel leuk. Deze kan natuurlijk ook een beetje smeren. Ik vind dan wordt het altijd net iets meer, ja, wat crunchy. Laat ik het zo maar noemen. Even zien, heb ik hier nog pareltjes bij de hand? Jazeker. Even kijken. Ik heb hier groen en ik heb paars. Even spieken. Met paars. Ik vind die groen ook wel een keer leuk. Nou, ik hoop dat dat nog kan. Pareltjes, dat is voor sommigen nog wel een dingetje. Kijk altijd eerst even of die doet. Nou, komt die dan dus uit dat tuutje, dat daar dus een pareltje uitkomt, hou het dan daar en laat het niet weer terugvloeien. Dan zet je pareltjes op, of de parelpen of flesje zet je op, geeft een duw tot de grootte van je pareltje en dan haal je hem weer omhoog. Dus duwen, omhoog. En niet het flesje loslaten. Dan krijg je eigenlijk de mooiste pareltjes. Dus zo zit er altijd verf of wat het ook is vooraan in die punt. Dus het flesje niet loslaten. Nou, dit doe ik straks nog op de achterkant. Daar kan ik nu even niet bij, want dan droogt het natuurlijk niet zo mooi. En dan heb ik hem klaar. Dus een doosje met schutmateriaal waar wat in kan nog. En alles gemaakt met de lijn van Janine. Er is een leuke actieset van, die staat ook in de webwinkel. Oh, en morgenmiddag om 3:30 is Janine er weer. Die laat weer nieuwe artikelen zien, volgens mij. Dus dat wordt ook weer een kweluitzending, denk ik. De actieset hiervan is 4 basisvellen van Janine's lijn, 2 vellen kraft, een setje van die shaker dingetjes, een Dutch toebedoelmal en het boekje met de elementjes. En dat allemaal samen voor 16,50. Dat was het voor vanavond. Zaterdag ben ik er weer met een workshopje. En dan is Rihanna er ook en dan is Janine er ook, want dan zijn we er dus 3 keer. En dan krijg je bij alle 3 ook nog de kans om iets te winnen. Nou, wat wil je nog meer? Ik zeg voor nu een fijne avond. Sorry dat het beeld soms een beetje gek deed. Ik heb geen idee waar het aan lag. Maar in elk geval, jullie hebben er weer een ideetje bij van een Dutch toebedoelmal. Fijne avond en tot zaterdag. Doei doeg!